verdwijnen en beleef het echte McBoeker-gevoel met een lekker hooimasker, een beetje jukebandmuziek en... Het nieuwe seizoen Best Chefs Forever? Een spelletje alpacaatje prikken. Wat is een alpaca? Dat is een soort van pluizige hond die spuugt. Op mams boerderij werden ze gefokt. Ja. Klinkt verwaand, maar mijn familie had de allerbeste alpaca-fokkerij in het Drie-Staten-gebied. Zaten er veel alpaca-fokkerijen in die omgeving? Nee, alleen wij. Ja. Oké, ze is weg. Plan B. Jij lijkt boerin Barb af en ik ga naar beneden om Best Chefs te kijken op Max's computer. Maar hoe kijk ik dan Best Chefs Forever? Ik vertel het je wel. Au! Goed, we wisselen af. Goed, nou wie heeft er zin in een kleine jugband jam sessie? Ik! Oké. Toen ik nog een kind was, was de McBoeker Plattelandband zonder enige twijfel de allerbeste jugband in het Drie-Staten-gebied. Waren er veel jugbands in het Drie-Staten-gebied? Nee, alleen wij. Zou Phoebe oké zijn? Ze blijft wel lang weg. Ik hoop dat ze zo terug is, want het is mijn beurt om... naar tuinis te gaan. Oké, ga maar. Zorg dat Phoebe hier komt, want anders missen haar moeder die losgaat met lepels. Sla me op die koebel, Chloe. Eerst een lekker slokje messap. Vers van het land. Nee! Ik dacht al dat er iets was. Mam, we kunnen het uitleggen. Wat precies? Dat jullie logen over het tuinhuis om te kunnen ontsnappen aan de meidenavond? Oh, dat had je dus door. Doe geen moeite. Ik zal nooit meer een McBoeker meidenavond vieren. Ik weet niet wat jullie hebben gedaan, maar los het op. Inderdaad. We waren zo druk met die stomme serie dat we de avond voor mama hebben verpest. We gaan naar buiten zeggen sorry en geven haar een knuffel. Goed, nieuw plan. Wij trakteren haar op de beste meidenavond in de geschiedenis van de McBoekers. Man, wat heb je een pech met zo'n naam. Howdy do! Wat doen jullie? We hebben ons als ezels gedragen, dus geven we jou de McBoekers meidenavond van je dromen. Een echte alpaca? Meiden... Jullie hoeven echt niet te doen alsof. Ik weet dat jullie dit eigenlijk niet leuk vinden. Geniet nou maar van de jugbandklanken van de Thunder Girls. Nee, er is niks anders om de Barb erbij. Nee, er is niks anders om het alles voor mij. Ze heeft ook nog tijd om muziek te maken. Zo weet iedereen te vermaken. Een boerenmeid puur zang, een McBoeker als geen een. Bliksem uit de teen, haar familie is haar trots. En haar trots is zij, dus haar kinderen en haar man zijn altijd heel dichtbij. Ieder zo zijn smaak. Meiden, is dit een wilde alpaca? Weten we niet. Colosso heeft hem gevonden. Oh, yeah. Dit schatje is wild, baby. Als straf dat ik niet mee mocht doen met de meidenavond. Dat is voor meiden, niet voor konijnen van 48. Dat zou je geheim houden. Geniet van jullie alpacalips. Oké, doei. Ik ga ook. Later. Meiden, verstop je. Ze maar niet gaan spugen! Ik denk dat ze gespuugd heeft. Phoebe, bevriest dat pluizenbeest! Nee! Ik los dit op. Ik was de beste alpaca-hoeder in het Drie-Staten-gebied. Waren er veel? Ja, heel veel. Het was een vak op school. Oké. Ze wil dat we allemaal onze excuses aanbieden. Echt waar? Doe nou maar. Nee, je moet het menen.